Ja, als het begin. Zo'n goede ploeg. Verdedigt erg compact, zoals we zien. Soms waren hun twee spitsen bijna bij eigen 16. Dus moeilijk doorheen komen. Maar gelukkig de tweede helft kwamen we er doorheen. En denk ik dat we gewoon een 3-0 een goede uitslag is. Nee, ik denk wel dat het terecht is. Ik denk dat zij weinig hebben gehad. Wij aardig wat mogelijkheden. Veel balbezit, veel voorzetten en grote uitgespeelde kansen. Kregen we pas in de tweede helft. En natuurlijk ook een grote kans met Nico naar, en ook nog één. Ik denk wel dat het terecht is. Lasse, als die supporters naar huis gaan, dan denk ik dat ze het heel veel zullen hebben over Bob Marley. Heb jij dat ook een beetje meegekregen? Zeker, want toen wij het veld op gingen en wij zouden de tweede helft beginnen, toen stond hij er nog. Of hij niet, maar... Precies, dus dat kregen we zeker mee op de schermen, maar hij stond ook nog bijna op het veld volgens mij toen we zouden beginnen. Dus hij hield het publiek fantastisch warm volgens mij in de rust, dus het mag voor mij vaker komen. Ja, want dan kom je de catacombe weer uit en dan is het hele publiek opgezweept door de zoon van Bob Marley. En dan valt ook die goal, zal er een verband tussen zitten? Nu ga je dingen zeggen, maar laten we hopen dat hij van... Dat die elke week zitten en dat we elke week tweede helft zo scoren. Dus maar dat klopt. De sfeer was fantastisch. En het is wel heel lekker dat je natuurlijk die snelle goal maakt. En dan begin je wel zo'n tweede helft heel lekker. Ja, we hebben eigenlijk twee wedstrijden gezien in eentje. De eerste helft was echt totaal anders dan die tweede helft. Wat is volgens jou nou het verschil geweest? Allebei helften hebben ze natuurlijk... Kijk, die goal valt natuurlijk heel vroeg tweede helft gesloten. Dan moeten zij iets meer naar voren komen waar de ruimtes wat groter worden. Maar... Kijk, de eerste helft, ze verdedigen natuurlijk echt met z'n allen op eigen helft voor eigen 16. Dat is moeilijk doorheen komen. En moet je soms een beetje geluk hebben. Maar zoals je zegt, het grote verschil is natuurlijk dat die goal in de tweede helft vroeg valt. En daardoor de ruimtes wat groter worden. En wij speelden ook iets beter voor de tweede helft. We stonden iets beter in het middenveld ook. En waar we hun op steeds konden stressen. Dus dat was ook een van de dingen, denk ik. Zometeen Benfica en Bayern München. Wat neem je vanuit deze wedstrijd nou mee? 3 punten. Dat is het belangrijkste, want deze start is natuurlijk cruciaal. Benfica wordt wel andere koek. Denk je dat als je dit spel speelt tegen Benfica, dat je het ook gaat redden? Nou ja, dit is ons spel. Hier gaan we mee verder. En ik denk dat er heel veel teams daar moeite mee gaan krijgen. Dat het een andere tegenstander is duidelijk. Benfica en Bayern München zijn natuurlijk... Coalitie is een stuk beter, maar wij was al wel trouw blijven aan onze manier van spelen. En ik denk dat we hun ook het heel moeilijk kunnen maken. Deze wedstrijd is ook wel een heerlijke voorbereiding op PSV Ajax. Je hebt een ploeg getroffen die het heel erg van de counter moest hebben. Dat hebben we gisteren gezien, hè, met PSV, dat zij dat ook kunnen. Wat voor verschillen ga je daarvan verwachten? Nou, ik denk dat inderdaad zo'n wedstrijd gaat worden. Je weet hoe zij spelen en dat doen ze erg goed. Gisteren hadden ze ook... Een paar keer kwamen ze er gevaarlijk uit. Dus daar moeten we mee oppassen. Maar ik denk als wij hetzelfde kan brengen als de laatste weken, dat we hun het heel moeilijk gaan maken. We weten hoe ze spelen, ze hebben goede spelers. Maar ik denk dat wij zo zijn met die speel die wij laten zien, dan moeten we daar 3 punten zien te pakken.